Het Sint-Vincentius ziekenhuis heeft vandaag van de SAB een cheque ontvangen voor de aanschaf van een ademhalingsapparaat voor vroeggeboren kinderen. De Suriname Alcoholic Beverages NV SAB heeft vanmorgen een cheque ter waarde van $5000 overhandigd aan de kinderafdeling van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Hiermee zal er een Continuous Positive Airway Pressure CPAP apparaat worden aangeschaft. Het CPAP-apparaat wordt in toenemende mate toegepast voor het ondersteunen van de ademhaling van prematuur of vroeggeboren kinderen. Het apparaat zorgt ervoor dat de keel makkelijker open gaat, waardoor de ademhalingsproblemen bij het kind verminderen. Hierdoor kunnen veel jonge kindertjes in leven gehouden worden. Volgens Manoj Hinduri, algemeen directeur van het Sint-Vincentius ziekenhuis, is dit jaar een gedenkwaardige voor het ziekenhuis en voor de SAB. De SAB bestaat 17 november precies 50 jaar en het Sint-Vincentius ziekenhuis bestaat vanaf 16 juli 2016 100 jaar. Het is zo gewild dat 2016 voor ons beiden een heel memorabel jaar is. Vincentius ziekenhuis 100 jaar, SAB 50 jaar. En toen hebben we beiden gezegd, dan gaan we iets goeds doen voor de samenleving. We gaan een CPAP-apparaat aanschaffen waarmee we levens van kindertjes kunnen redden. En daar staan we eigenlijk allemaal hier voor. Wij als ziekenhuis, de artsen, de verpleegkundigen, maar ik denk ook bedrijven in Suriname, zoals SAB die het voorbeeld geeft, die ook een stukje verantwoordelijkheid hebben naar de samenleving toe. Niet alleen geld maken en winst maken, natuurlijk is dat belangrijk voor een bedrijf, maar ook het goede hart laten zien, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zo heet het, Steven. Dat is ook belangrijk. En dat komt vandaag allemaal op zijn plaats, bij elkaar terecht, met de overhandiging van de cheque zo meteen voor de aanschaf van een CPAP-apparaat. Steven Maayong, algemeen directeur van de Suriname Alcohol Beverages, gaf bij de overhandiging van de cheque aan dat ze ook een betrokkenheid hebben met het ziekenhuis. Zij zijn namelijk de hoofdleverancier van neutrale alcohol aan de medische en farmaceutische sector. Maayong is er trots op dat de SAB dit CPAP-apparaat kan financieren. De kinderen zijn de toekomst van Suriname en als je hoort hoe moeilijk, onder welke moeilijke omstandigheden de kinderartsen en de leiding het bedrijf staan moeten houden, zeggen wij van hey, we zijn erg trots dat we met name voor de kinderen, prematuur geboren kinderen die ademhalingsproblemen hebben, dat we iets kunnen doen door middel van het financieren van dit mooie apparaat. Ik vertrouw er ook op dat het ziekenhuis het apparaat inderdaad op de juiste wijze deze gift zal beheren en onderhouden, zodat het apparaat tot in lengte van dagen zijn diensten kan bewijzen aan prematuur geboren kinderen. De SAB is niet alleen maar producent van de lekkere Borgo rum, Blackhead rum, Hanapie, al die andere lekkere rums. Maar we zijn ook de grootste leverancier, de hoofdleverancier van de alcohol. Dus in elk zeg maar, medicijntje zit wel alcohol van ons. En daar zijn we best wel trots op. Ik denk dat het misschien vanuit onze corporate responsibility misschien te weinig belicht wordt. Vaak zeggen mensen, hey, SAB, vooral in deze tijd. Volgens Steven Maayong vertrouwt de SAB erop dat het nieuwe CPAP-apparaat het ziekenhuis in staat zal stellen de kinderzorg verder te optimaliseren.